heb jij zin in vakantie? Nou, dan moet je zijn bij Pack and Ready Travel. We hebben twee fantastische 7-daagse trips naar Curaçao in de aanbieding. Ten eerste in de periode van 7 tot 14 september 2022. Hij logeert in het Sea Horizon appartement. Een appartement met een fully equipped keuken, 5 minuten loopafstand van Mambo Beach en Sea Aquarium, luchthaventransport met een stop bij de supermarkt, inclusief vliegticket en accommodatie. Voor maar $1140 per persoon voor een single room en als je komt met een groep van 4 is dat $710 per persoon. De tweede is in de periode van 6 tot 13 september 2022. Hij logeert in het City Suites en Beach Resort in Funda. Geen vervoer nodig, want je bevindt je in het centrum. Inbegrepen, vliegticket, luchthaventransport, accommodatie en ontbijt. Kom je met een groep van 4, kost dat slechts $940 per persoon. Boek nieuw trip naar Fabulous Curaçao via Pack and Ready Travel, het reisbureau dat u nooit in de steek laat. Vestig aan de Prinsenstraat 47 en het telefoon is 471877. 471877. We hebben weer wat nieuw equipment binnen in huis, maar dat is nodig om het mediawerk steeds meer en meer te doen. Dit is een nieuwe versie, maar veel informatie en veel kennis erover heb ik niet. Maar geen probleem, daarvoor is er een handleiding. Een handleiding helpt je om je product te begrijpen en hoe ermee om te gaan, hoe het te installeren en wat voor functies hij allemaal heeft. Doet me precies denken aan de Bijbel. De Bijbel is niets anders dan een handleidingboek voor het leven. Waar we naartoe moeten gaan, wat we moeten doen en bij wie we terecht kunnen als we vragen nodig hebben of wat dan ook in het leven. In elk geval, welkom erbij. Wij doen een nieuwe editie van De Getuigenis van. Beste kijkers, goeiedag en welkom weer bij een nieuwe editie van uw eigen programma De Getuigenis van. Ik wil u van harte uitnodigen en van harte verwelkomen tijdens deze editie om te luisteren en te kijken naar de getuigenis van Franklin Yabini. Klopt dat? Dat klopt. Oké. Welkom erbij. Hartelijk dank. Dank u wel dat u de tijd hebt genomen om helemaal van Curaçao naar hier te komen en uw getuigenis met de wereld te delen. Maar alvorens we gaan naar uw getuigenis, mag u uzelf voorstellen in alle hoedanigheid aan de mensen die kijken. Oké, ik ben Franklin Yabini. Ik ben geboren in Brokopondo. Oké. Dat is een van de mooiste districten van ons land. Mm-hmm. En daar opgegroeid ook, de lagere school daar bezocht. Ja. We hadden in die tijd tot de zesde klas daar. Dus na de zesde klas moest ik dan naar Paramaribo komen. Ik kwam naar Paramaribo, het was een hele cultuurverandering, cultuurshock, weet je, in die tijd werden de mensen uit het binnenland geplaagd in de stad. Ja. Dus de beginjaren waren niet zo prettig. Wat wel mooi was, is dat ik leerkrachten had die echt op me gaven en zich inzetten voor mij. En dat heb ik wel heel prettig ervaren, de MULO. En daarnaast, een van de leerkrachten die moedigde me aan, want ik was heel goed in boekhouden. Dus ze zei van, als jij klaar bent, moet je naar de handelsschool gaan. Dus dat denk je niet twee keren na. Ja, gelijk de handelsschool doorlopen. Daarna ben ik economie gaan studeren. Een hbo-opleiding, maar dat heb ik niet afgerond. Ja. En in die periode, rond die periode, kwam ik tot geloof. Ik ben daarna
getrouwd. En dan theologie gaan studeren. Ik voelde de roeping van God. Ook om in bijbelvertaalwerk bezig te zijn. Ja. En dat was natuurlijk de noodzaak om theologie te gaan studeren er ook. Ben ik theologie gaan studeren. En later ook gepromoveerd in de theologie. En sinds 1988 fulltime in de bediening. En de laatste jaren vooral in theologisch onderwijs. Ja, u bent trouwens ook immers betiteld als professor. Dat klopt, ja. Ja, ja, ja. 2012. Ik heb, laten we zeggen, internationaal theologisch hoger onderwijs gezeten. In Zuid-Afrika 5 jaren. Ja. En daar hadden we studenten in, ik dacht, 80 landen. Ja. Studenten. En daarnaast de laatste 6 jaar in Amerika en toen ongeveer 2 jaar alweer in Suriname. Ja, dat is duidelijk een professor, want u bent bijna de hele, uw leven lang bent u aan het studeren en bezig geweest met, dat is eigenlijk uw vak. Het gaat om opleidingen, ja, en al dat soort. Onder andere, ja, ja, ik ben inderdaad betrokken geweest. Dus dat van het theologisch onderwijs is sinds 2000 hoor. Ik ben heel actief in, ja, de gemeente geweest dus en werken met leiders. Ja, klopt. Werken met leiders. Ja. Dus dat is er altijd bij geweest en de gemeente, weet je, liefde voor Gods volk. Ja. En daarnaast natuurlijk is dat onderwijs van Gods volk een heel belangrijk onderdeel. Naast uw passie en ja, we kunnen een heleboel zeggen als het gaat om uw vak en uw taak als professor, maar heeft u hobby's, dingen die u graag doet naast dat alles? Ja, ik hou van voetballen, hoewel ik lang niet heb gevoetbald. Ja, ja, Ik hou van koken. Dus sinds we getrouwd zijn is het iets vast geweest dat ik elke zondag kook. Soms lukt het niet, dan kookt de Chinees voor ons of iemand anders. Maar ik kook graag, ik hengel graag. En ik lees ook graag. Ja, en daarna doe ik ook onderzoek, maar dingen die ik leuk vind, niet per se voor mijn werk. Ja. Nou, u heeft dat gehoord, u zult hem vast wel kennen. Is geen onbekende in de Surinaamse samenleving, maar voor degenen die hem nog nooit hebben ontmoet of gezien. Nou, zo hebben we kennis mogen maken met onze gast voor vandaag. De reden waarom hij eigenlijk hier zit, is omdat hij een vernieuwde en een wedergeboren gelovige is in Christus. En dat gaan we dus na de break bespreken. Welkom terug bij de getuigenis van Franklin Yabini. We hebben dus kennis met u mogen maken en de mensen vooral hebben mogen horen wat u allemaal doet. In elk geval een beetje van wat u allemaal doet. Maar de belangrijkste vraag tijdens dit interview, tijdens dit programma is: wat heeft Christus gedaan in uw leven? Bent u altijd gelovige geweest? Oké, dat is een heel mooie vraag. Die vraag ben ik altijd gelovige geweest, zou ik zeggen ja, maar... Ik ben niet altijd een volgeling geweest. ook dat niet. Mm. Dus ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn ouders kerkelijk waren. Mm. Maar we zijn opgegroeid met de Winti. Dus als kind heb ik de Winti
gevolg. Mijn moeder had een windje op zich en we waren dus diep gelovig. Ja, ja. Volgelingen van de windje en als kind ook opgegroeid, offers brengen, ja. Dingen doen voor de windje om de windje tevreden te stellen. Dus dat is dat deel van mijn leven toen geweest. En als jongeman, natuurlijk ben ik ook een bepaalde weg opgegaan in mijn tienerjaren. Ik dacht dat ik ongeveer 12 was toen ik al een pak sigaret per dag rookte. Mm, mm. Ik dronk. Okay. Ik weet nog, toen ik hier in de stad was, woonde ik ergens. En vroeg 's morgens als ik naar school ging, had ik een buurman die dronk. En daar vroeg hij, Franklin, je neemt een shot. Mm. Dus voordat ik naar school ging, had ik al een shot. En dat was het palm, hoor. Ja. Palm werd dan gebruikt. En dat was al 12-jarige leeftijd? Nee, dat was later. Ik dacht dat ik 15 was of okay. Zo. Ja. Maar 12-jarige leeftijd rookte ik al, maar toen dronk ik al. Mm-hmm. Maar later was het dan ook palm en dan je dan puur. Ja. Hè, ja. Palm drinken, gewoon puur en daarna water erachteraan. En ja, zo groeide ik op. Dancing. Ook met drugs geëxperimenteerd, marijuana was het hoor. Maar ik merkte in mijn leven, toch laten we zeggen, ik was een lieveling van de Winti. Met mijn vrienden ging het goed, je ging naar de dancings, de meisjes hadden aandacht voor je en al dat soort dingen. Dus dat was dan het leven. Maar er gebeurde iets, dat was... ik dacht dat het 1979 moet zijn geweest. Ik was 14. Toen is mijn jongste broer overleden. Mm. 2 jaar was hij. En dat heeft me zo aangegrepen, want die Winty die gaf aan dat hij het is geweest die mijn broer heeft doodgemaakt, omdat we als familie niet ernstig genoeg waren met die Winty en dienden. En dat deed verschrikkelijk pijn, want ik wist dat ik echt toegewijd was. Ja. Weet je, als ik iets had gevonden, kocht ik altijd iets voor de Winti, weet je, meenemen. Of, ja, precies. Mm-hmm. En dat vond ik erg, want als ik je zo dien en dat je toch nog mijn lievelingsbroer neemt, weet je, dat heeft verschrikkelijk veel pijn gedaan. Ja. En op de Mulo-school gaf iemand me toen een boek met Bijbelse verhalen. Ja. En daarin las ik dat God geen afgoderij wilde. Hmm. Maar dat boek heeft me niet verder geholpen van wat te doen. Maar werd u dat op dat moment bewust dat datgene waarin u geloofde op afgoderij berustte? Ja, dus toen ik dat boek las. Maar voor die natuurlijk niet. Ik had nooit meer de Bijbel gelezen. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter van dat wat we deden, dat God dat niet wilde hebben. Ja. Goed, en ik kwamen dan vrienden hier in de stad, toen was ik al in de stad hoor, middelbare school. En vrienden begonnen dan te vertellen over Jezus. En ja, ik kende die Jezus niet, ik ben niet ermee opgegroeid. Ik heb dingen gezien in de Winti-wereld die christenen, ja, die kerkmensen zoals wij ze noemden, niet hadden. Maar dat verhaal uit dat boek hield me toch wel bezig. Van God wilde geen afgoderij. Die Winti heeft mijn broer doodgemaakt, hoe is het mogelijk? En er was een tijd een campagne, ik woonde op Winti Wai. Toen kwamen 2 dames, christenen, en die kwamen me vertellen over de Heer Jezus. Dus anderen hadden het wel ook verteld hoor, ja. Maar bij die 2 dames, die hadden een boekje, het heet, in het Nederlands, kent u de 4 geestelijke wetten. Ja. Maar zij hadden het in Sranatong. Ze konden niet lezen, niet schrijven, maar dat boek had plaatjes. Ja. En daarmee vertelde ze het verhaal van het evangelie aan mij. En ik werd voor het eerst ervan doordrongen. Aan de ene kant van Gods liefde voor mij. Maar aan de andere kant ook van het feit dat ik een verloren mens was. Hoe oud was je toen? Het was laat tienerjaren. Ik weet niet precies. Het kan 17, 18 zijn geweest. Ik weet niet meer precies. En toen, ze hebben toen samen met me gebeden, dat was dan een moment in mijn leven waarbij ik me bewust werd van, ik ben verloren zonder Christus. En dat ik toen mijn leven heb gegeven aan Christus.
Ze hebben me een Bijbel gegeven voor het eerst. Wel, Sammy leest haar Bijbel. Ik begon dat boek te lezen. Mm. En er kwam er maar geen einde aan. Weet je, echt de Bijbel lezen, de Bijbel lezen. Maar natuurlijk, het is dan iets nieuws. Ik heb met de mensen het zondaarsgebed gebeden, wat het was. Ja, ik wist het niet. En ik begon toen naar de kerk te gaan. Mijn ouders waren van huis uit EBG, dus ik begon naar de EBG-kerk te gaan. En er was in die tijd een opwekking gaande onder de jeugd van de EBG. Mm. En ik ging toen naar Latour en daar kreeg ik dan onderricht. Er werd verteld over wat het leven was en ik begreep eigenlijk wat de bedoeling was. Wat is er met me gebeurd toen die dames hadden gebeden met me? Wat, de puzzelstukken vielen in elkaar. Wat zei je? De puzzelstukken vielen in elkaar. Ja, ja. Ja, en daar heb ik toen mijn leven aan de Heer gegeven. En werd ik een volgeling van de Heer Jezus. Wat voor invloed heeft dat daarna gehad op uw leven en vooral op de relatie thuis? Vooral ten aanzien van de winticultuur waarin u actief in zat. Wat voor invloed heeft het daarop gehad? Ja, natuurlijk heel veel. Want er kwam een moment dat ik dan moest kiezen of ik als volgeling van Christus hem zou volgen of ik terug zou gaan naar de Winti. Ja. En daar zijn er heel spannende momenten bij geweest. Want je was de enige dan thuis die zich eerste, anders gedroeg. Klopt, als eerste in het gezin. En dat had natuurlijk consequenties. Ik kan me nog herinneren, ik was toen geslaagd voor de handelsschool, een van de dingen. En die Winti zegt, omdat ik niet meer diende, zal ik mijn diploma niet krijgen. Mm. En inderdaad, toen ik ging voor mijn diploma, bleek dat er een fout was gemaakt met mijn naam. Dus ik kreeg mijn diploma niet. Ja. Dus de Winti vond, ik moest komen terug naar Brokkopondo bij mijn ouders, mijn verontschuldiging aanbieden, weet je. En dan zou ik mijn diploma krijgen. Natuurlijk, als christen vond ik, nee, dat kan ik niet doen. Dus met vrienden ervoor gebeden en natuurlijk 2 weken later werd mijn diploma in orde gemaakt. Dus ik kreeg mijn diploma. En toen zei de Winti, ik zal geen werk kunnen vinden. Gesolliciteerd, weet je, met mijn vrienden en ik dacht binnen 2 weken of zo, ik weet niet meer hoe lang, werd ik opgeroepen om voor interviews te gaan. Ik ben naar een aantal interviews gegaan en uiteindelijk werd ik aangenomen per 1 januari. Dus mocht ik beginnen. Ja, maar om ook een lang verhaal kort te maken, u bent vandaag professor. Klopt. Dus voor al die dingen die Winti eigenlijk zei van dit ga je niet worden en dat ga je niet worden, ik heb macht over je leven. Ja. Is eigenlijk duidelijk bewezen dat Christus uiteindelijk... Klopt. Klopt. Ja. Weet je, maar het is een strijd geweest hoor. En het is niet eenvoudig geweest. Hoe bent u daarmee omgegaan? Hoe bent u omgegaan met die strijd, met die tegenwerking, met die, zou je kunnen zeggen, die bedreigingen die komen vanuit die kant? In het begin heb ik momenten gehad dat ik terug ben gevallen daarin. Een van de keren, ik had een verschrikkelijke kiespijn. Ik ben mijn kies gaan uittrekken. Ik bedoel, dat is ook op zich een heel lang verhaal, want ik heb eerst gepreekt in het dorp. Mm-hmm. En het heeft echt de mensen geraakt. En de volgende dag kreeg ik een verschrikkelijke kiespijn. Goed, ik ben toen mijn kies gaan uittrekken en de pijn was pas begonnen. Ik was op Brokkopondo, ik ging toen naar de stad. Ze moesten het daar uittrekken. Ze hebben uiteindelijk de resten eruit gehaald, maar het heeft niet geholpen. Mm-hmm. Ik kwam terug, goed, lang verhaal kort. Die Winti zei, omdat je daar in die kerk bent gaan preken, is dit je overgekomen. Dat moet je nooit meer doen. Ja. En die pijn was zo verschrikkelijk. Ik heb gebeden, het ging niet over. Toen zeiden ze, weet je wat, laten ze iets voor je zetten naar je baden en dan gaat het over. Dat heb ik toen gedaan en die pijn ging over. Ja. Maar later dacht ik, oh, die Winti heeft me gepakt. Ja. Weet je, daarna is dat nooit meer gebeurd. Weet je, er zijn momenten geweest van strijd. Gaandeweg merkten mijn ouders van nee, dat was heel radicaal, ik ging niet terug. En op een gegeven moment begonnen ze, wanneer ze Winti dingen zouden doen, hoorde ik niets. Dus iedereen van de familie werd op de hoogte gesteld en ze vertelden mij niks meer. Maar het was heel moeilijk. De band met mijn ouders ging in eerste instantie heel stroef. Maar gaandeweg, ik hield van mijn ouders, dus ik bewees hen wel liefde.
Ja. Maar ik kon niet met hun religie meegaan. Voor mij was dat niet de weg. Er was veel verschil wat dat betreft. Ja. 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 Als u toch wel even terugkijkt en die hele periode beschrijft, kunt u vaststellen dat u heeft geworsteld met duistere machten? Sowieso. Weet je, wat ik noemde van weet je, de school, dat waren dan momenten. Maar er zijn ook andere momenten geweest waarbij je merkte dat er tegenslagen waren in het leven. En dat de Heer mij eruit moest trekken. Weet je, dat ik in mijn geloof moest vaststaan. Van, ik weet dat Hij die in mij is groter is dan die in de wereld is. En dan Colossense 1 is een van mijn lievelingsteksten. Dat we geroepen zijn, getrokken zijn uit de duisternis. En zijn overgebracht in het koninkrijk van het licht. Ja. Van zijn Zoon. Dus we zijn gehaald uit het koninkrijk. Waar die windjes heersten. En zijn overgebracht naar het Rijk van Christus. Als ik tot slot, want we zijn aan tijd gebonden. Ja. De laatste vraag, en deze vraag stel ik haast aan iedereen. Als u een verschil mag beschrijven tussen die oude Franklin en die nieuwe Franklin, hoe zou je dat doen? Ik heb nu hoop in mijn leven. En ik ben dankbaar dat God mij heeft verlost. Weet je, ik leefde op een gegeven moment als jongeman voor plezier. Alcohol, marijuana, godzijdank dat dat niet tot verslaving heeft geleid. En dat, ik weet niet waar dat zou eindigen. En de Heer heeft me toen eruit getrokken. Ik had dat verlangen om de Heer te dienen. Ik leerde mijn vriendin kennen toen op de club van de EBG. We zijn getrouwd en samen zijn we toen in de bediening gegaan om de Heer te dienen. En dat verschil was heel duidelijk. Ik had liefde voor mijn medemens, ook ondanks het feit dat sommige dingen heel we niet op één lijn waren. Mijn broers en anderen die nog in die afgoderij waren. Ik had ze lief. Ik denk dat dat een heel groot verschil was. En ook het verlangen dat zij ook een zin zou krijgen in hun leven. En hoopvol zouden zijn in het leven. Weten dat er iemand is voor wie ze mogen leven. En die niet zo zou handelen als we hebben gehad bij de Winti. Dat je hem lief hebt en dat hij zelf gaat zeggen, en ik neem je kind weg. Als we nog een laatste, de allerlaatste vraag. Wat betekent Christus voor u? Wie betekent hij? Ja, wat betekent hij voor u? Christus is mijn verlosser. Hij heeft mijn leven veranderd. En ik leef voor hem. Er zijn geen onderdelen in mijn leven die ik niet wil leven voor Christus. Ja. Ook dingen die we soms denken als seculiere dingen, doe ik voor Christus. Omdat Christus Heer en Meester is. Niet alleen maar van mijn hart. De Bijbel zegt dat mijn lichaam een tempel is van Gods geest. Niet mijn hart, mijn lichaam. Ja. Ikzelf. En dan wil ik ook alles waar ik bij betrokken ben doen in gehoorzaamheid en onderworpenheid aan hem. Hij is Heer van mijn leven. Amen. U heeft dat gehoord, mensen. Dat is natuurlijk de getuigenis voor wat betreft deze week. We zijn nog niet klaar, want onze gast zal natuurlijk afsluiten met een boodschap. Met het laatste gedeelte van de getuigenis van. Ik wil u danken, professor, voor uw komst en natuurlijk dat u uzelf hebt opengesteld voor de wereld. U mag tot slot in die camera, de mensen thuis, in het bijzonder de mensen die de Heer nog niet kennen, zeggen waarom ze dat liever wel zouden moeten doen. Waarom zou
u Christus moeten volgen of hem aannemen. Ik denk het is vanwege die grote liefde die hij voor u heeft. Hij heeft u lief. Hij heeft u lief gehad voordat u hem kende, zoals bij mij, in mijn geval. En hij wil uw leven hoop geven, zin geven en doel geven en een toekomst geven. Ook we leven in een heel moeilijke tijd, moeilijke wereld, dingen die er gebeuren. De COVID-pandemie gekend, nu de oorlog in Oekraïne en Rusland. En mensen kunnen zonder hoop leven. Als je Jezus Christus kent, dan weet je dat hij te midden van alle situaties dezelfde blijft. In moeilijke tijden is hij bij je. Als het goed gaat, is hij bij je. En niet alleen dat. Hij zegt dat hij u wil hebben bij hem voor altijd. Ik zou u willen vragen, ga tot hem. Maak die stap naar hem toe. Neemt u hem aan als uw redder, als uw verlosser. Word een volgeling, een discipel van Jezus Christus vandaag. En daarmee sluiten we deze boodschap en getuigenis van af. Ik ben Leandro Martos Uigno. Als u bent geraakt en u wilt meer weten over Christus, maar u weet niet waar u naartoe moet, mag u bellen naar de administratie op het nummer 422630. En dat kan dus van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4. Als u de aflevering op de zaterdag hebt gemist, mag je de herhaling volgen op de maandag en op de donderdag. Vanaf volgende week staat u ook op onze YouTube-channel De Getuigenis van Shalom. Nog bedankt voor uw aandacht. Hopelijk bent u bemoedigd. En tot zover De Getuigenis van Franklin Yabini. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set. Just gone.